Hey gasten van het Game Kanaal, dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan we het hebben over iets totaal anders dan jullie van mij gewend zijn. We gaan het hebben over een ruzie die zich heeft afgespeeld in Fiverr. Dit is eigenlijk het eerste nieuws wat er naar buiten komt qua Fiverr. Wat er op dit moment speelt. Want op dit moment worden alle kanalen volgespamd met hartjes. En ik ga jullie uitleggen in deze video waarom. Als je daar nou heel benieuwd naar bent, doe even abonneren op dat abonneerbuttentje en dan gaan we het erover hebben, jongens. We gaan heel snel starten, let's go. Jongens, wat is er op dit moment gaande? Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Management of creator, want hij is volgens mij ook creator en zo geweest. Die is verbannen, of tenminste, uit het stafteam ontslagen. En de reden daarvoor zou zijn leaken. Dus wat is daar nou precies gebeurd? Daar zou een discussie vooraf gegaan zijn. En zijn bepaalde dingen gebeurd die niet door de beugel konden. Er zou in eerste instantie iets gebeurd zijn met een ruzie tussen beide partijen. En zover ik nu te horen krijg, zou er vervolgens mogelijk, dat is niet zeker, dingen geleakt zijn. Nou kreeg ik het volgende doorgestuurd. Ik kreeg het begin van de middag was deze discussie al gaande, kreeg ik al... te horen van, dit en dit is gaande, rond 1 uur was dat of zo. Toen kreeg ik doors van, je kan in Fiverr bijvoorbeeld een DayZ rank kopen, of een hoge stafmember, alles voor geld, want dat is op dit moment een ding. Ja, toen ging het al rond, weet je wel, en dan hoor je het al. Laat die mensen ook lekker lullen. Maar goed, we gaan door naar het eerste berichtje, dat is, in deze game is alles te koop. Zelfs DSC, een elite eenheid. Daarnaast word je stafmember, slaafje genoemd, zeg maar. Dus een stafmember zou als slaaf of slaafje worden genoemd. Dit kan ik zelf niet bevestigen, ik ben wel staf geweest. Maar zo heb ik het zelf niet ervaren of iets in die richting kunnen noemen. Dus deze video is puur gericht op wat ik nu binnenkrijg. Genoeg redenen om over te stappen naar Leeuwarden. Enjoy your day. En dan vervolgens tagt hij Felit. Felit die heeft daar vervolgens volgens mij niet op gereageerd. Persoon is uiteindelijk geband volgens mij vanuit de Discord. Dus dat houdt wel in dat het er niet helemaal mee eens werd geweest. Maar goed, dat is een ruzie tussen beide partijen. Dat ga je nooit tegen kunnen houden. Dat blijf je houden. Vervolgens zou er iets gezegd zijn van... Waarom ben je weg? Ik zei er iets van, zegt Silent. En waarop gevraagd wordt eigenlijk, van wat zei je iets? Van die betalingen. Dat er wordt betaald voor ranks en dat soort shit. Waarop Silent weer zegt, ja, en ik trouwens jongens, jullie kunnen het nu zien. Ik gooi nu die 3 afbeeldingen even in beeld. Zo kapte hik. Of zo, ja, soort van... Maar ik gooi nu even die 3 afbeeldingen, die zitten nu in beeld, zeg maar. Die kun je even rustig lezen, ondertussen vertel ik namelijk door. Want we gaan gelijk door naar de derde. Linksbovenin zou je een foto moeten zien. Dat maak ik wel even zwart voor jullie, zeg maar. Want ja, waarschijnlijk is het inderdaad Hassan. En als het niet Hassan is, dan... waarschijnlijk is linksboven is inderdaad Felit. En als het niet Felit is, dan... dan is het iemand anders. Dus dan is het ook niet leuk om erop te komen. Laten we daar even over... de tekst is hier zien, een facecam. Dat moet je zelf maar even lezen. Rechts staan wat foto's, die zijn ook voor jullie, zeg maar. Zijn die nu zwart, zeg maar. Ik zal ze blurren. Hoe ga ik dit doen? Ik ga over de teksten gewoon dingen heen plakken. Dat komt helemaal goed. En dan laat ik de namen gewoon openbaar. Maar daarin wordt gescholden of bepaalde dingen besproken. En dat soort dingen. Vervolgens wordt er gezegd. Doet echt alles voor het geld. Zodat hij een nieuwe Stone Islands jas kan kopen. Geen idee, maar dat is volgens mij een merk. Als ik het goed heb. Daar ben ik eigenlijk niet van op de hoogte. Maar goed.
En ligt daarmee andere mensen op. Nou, bla bla bla. Dus ja, dat is een beetje het ding. Ik zal sowieso gewoon even die foto's ook even blurren. Dan, hè. Maar het is dus nu zo, hè, dus, hij wordt nu beschuldigd van leaken. En dat zou dan waarschijnlijk, hè, wat er op dit moment wordt verteld, is dat hij een leaker is. En dat zou dus gaan om de screenshots uit de stafchat, waar ze dus heel boos over zijn en over het betalingen. Ja, jongen, als het echt gebeurt, dan kan ik er niet heel veel meer van zeggen van, ja, dat is best wel, hè, dat is best wel grof, vind ik zelf. Kijk, het schelden, dat moet je lekker zelf doen als je dat privé naar elkaar doet, prima. Ik zal het eerlijk daarover zeggen, het zou geen reden zijn om geen 5R te spelen, hetzelfde ook niet voor die betalingen. Ik zou gewoon lekker 5R blijven spelen, maar dat zou bij mij wel denken, ja, weet je, dan snap ik op zich ook wel dat ze die donateurs hebben toegevoegd. Maar goed, aan de andere kant, je hebt een goed lopende game en als je de winst uit kan halen, is dat hartstikke mooi, toch? Dan kun je namelijk gewoon lekker je aandacht op je Roblox game vestigen en kun je daarin doorgroeien. Dus ik sta er een beetje in twee punten in. Ik heb aan de ene kant zoiets van, ja, niet nodig. Aan de andere kant denk ik, ja, weet je, als je geld kan verdienen met je Roblox game, door dit soort dingen, lekker blijven doen, jongens. Echt waar, want het verdient gewoon goed. Ja, waarschijnlijk verdien je meer dan een gemiddeld baantje bij de Jumbo of bij de Happy. Dus ja, weet je, als het gewoon goed verdient, snap ik hem. Dus ja, een beetje een 50-50 verhaal. Dit is wat we op dit moment weten, jongens. Zodra er meer bekend is, ga ik het jullie laten weten. Ik check jullie snel en ja, ik zeg zoals altijd, laters. Oké, jongens, ik ben nu mijn video aan het editen en ik krijg een reactie van Silent. En er wordt gezegd, allereerst bedankt voor je content. Dus die heb ik nu opgenomen. Alleen, ik denk, ja, mijn video stond in de rende, dus ik vind het heel kut. Want nu duurt het extra lang voordat de video voor jullie online staat. Maar ik moet dit erbij betrekken, want dit is zijn kant van het verhaal. Dus die wil ik er heel graag in hebben. 5R wilde ons niet te woord staan, helaas. Het enige wat zij kunnen zeggen is dat er dingen geleakt zijn. En nu komen we terug op dat verhaal. DSI-rollen kun je tegenwoordig kopen. Ik maak van die ticket een screen en stuurde die naar een DSI-lid die het vroeg. Die nam ontslag en begon vervolgens dus te raiden. Toen zijn er allemaal at-everyone tags verstuurd. Daar heeft Silent toen nog de kanalen voor dicht gegooid en dat soort dingen. Dat weet ik, dat staat namelijk ook in de mededelingen. En daarna is hij uiteindelijk verbannen. En toen schreef hij, daarna leakte hij ons DM-gesprek en werd ik uiteindelijk er ook bij genaaid over het leaken van tickets. Zonder warn, gesprek, demote werd ik ontslagen. Ik zat al een week in de main edit en we vertrouwden elkaar echt goed, maar ja. Dus het vertrouwen was gewoon prima en ineens dit. Ik weet verder niet hoe het opgelost gaat worden. Er is op dit moment een gesprek gaande over wie de nieuwe management wordt. En weet ik het wat allemaal gaat vernieuwen. Dus ja, jongens, heel erg benieuwd naar wat het gaat worden uiteindelijk. Hij heeft in ieder geval niet de 5R map geleakt. Jongens, we gaan het er in ieder geval kijken wat eruit komt en we gaan heel snel door met deze hele discussie. Zodra ik meer info voor jullie heb, dan kom ik er bij jullie terug. Monke is dus ontslagen. Kijk, nadat hij naar Jesse 046 een screenshot had gestuurd van een aankoopticket. En daarbij ook gewoon zei, leak dit niet naar valid antwoord kon slagen. Dus hij wist het zelf al. En daarbij had Jesse dus naar mij doorgestuurd. Gewoon van, yo, wat is dit? En ik dacht zo van, hè? Hoe kan iemand mij zo hard gewoon in mijn kont naaien? Je weet toch? Gewoon, Science Monkey was zo hier zo lang, gaat hij dit doen? Je weet toch? Dat kan toch niet? Dus ik dacht zo van, broer. Dit, broer. Hè? Ik zat een beetje zo te stressen, toch? Ik dacht zo van, ik ga Science Monkey ontslaan. Daarna opeens, wat zie ik in chatkanaal? Mensen zeggen, ja, waar heb je Science Monkey zomaar ontslagen? Maar jullie weten de reden niet eens. Nu wel. Kijk. De tweede vraag is, kan ik ook staaf worden voor €350? Maar dat vertel jij hier de mensen niet, dat jij je geld vraagt voor staaf. Dit is direct een reclame voor iedereen. Als je staaf wilt worden, maak aankoopticket. Je hoort het, mannen. En jullie spelen allemaal op deze server. Kan, jongens.